Mannen huilen niet, is de stelling. Klopt dat volgens jou? Nog wel een stukje minder dan vrouwen, heb ik het idee. Maar ik huil wel eens. Nee, dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Ja, ik voel het meestal meer dan dat ik het echt, dan dat er echt tranen gaan vloeien. Ik denk dat het ook, dat een man misschien wat meer voelt, maar een soort van binnen huilt in plaats van dat ze het echt tonen vanuit buitenaf. Maar ik doe best wel veel energiewerk en dan omarm ik eigenlijk de emotie. En dan laat ik het gewoon zijn en dan verdwijnt het. Zo ga ik met emoties om. Het er laten zijn en het laten passeren voor het moment dat het er is. En dan waarderen dat je die emotie hebt gehad. Ik denk dat er niks gevaarlijker is dan een ongelukkig mens. Dus op het moment dat je daar iets aan kan doen en bereid bent in de spiegel te kijken en daarmee aan de slag te gaan, dan mag dat alleen maar aangemoedigd worden.